Op sociale media ontkom je er niet meer aan. Influencers die jou geldtips en lifehacks aanbieden. Maar in hoeverre kloppen deze nou? We gaan vandaag kijken naar Mees Wijnands, Sophia Business en Danny Financiën. Deze geldgoeroes helpen ons de barre wintermaanden door met hun geldtips en lifehacks. Tijd om te checken of deze lifehacks ook echt werken. Oké, de eerste video die ik ga testen is van Mees Wijnands. En hij gaat mij vertellen hoe ik gratis hotels kan annuleren. Hi, ik bel om een hotelreservering van vanavond te annuleren. Prima, maar we moeten wel een 200 euro annuleringskost rekenen, omdat je binnen 24 uur annuleert. Ik ga dat even fixen. Let op. Kan ik mijn reservering verschuiven naar volgende week? Tuurlijk meneer, dan zien we u dan. Het is nu 2 dagen later en ik ga weer bellen. Hi, ik ga mijn reservering voor aanstaande vrijdag annuleren. Uiteraard, ik zal hem annuleren en u krijgt al uw geld teruggestort. Hoe weet je dit? Ik volg Mees Wijnands op TikTok. Oké, het probleem hier is dus dat als je binnen de annuleringstermijn van een hotel, dat is vaak 24 uur, je reservering wil cancelen, je annuleringskosten moet betalen. Mees zegt dus dat als je binnen deze termijn alsnog wil cancelen, je simpelweg eerst het hotel moet bellen om te vragen of ze je reservering een week kunnen verzetten. Omdat dat volgens hem wel mag. Op deze manier creëer je een weekspeling. Als je dan na 2 dagen nog een keer belt om te vertellen dat je reservering helemaal wil afzeggen, bel je dus 5 dagen van tevoren en ben je dus op tijd. Volgens hem zal het hotel dan je reservering annuleren en je geld terugstort op je rekening. Dat gaan wij even testen. Goedemiddag, Goedemiddag, spreek met Jelle Kusters. Hey, ik heb een vraagje. Ik heb vanavond een hotelovernachting bij jullie geboekt. Alleen door een spoedgevalletje kan ik vanavond toch niet. Dus ik vroeg me af of ik het kan verzetten naar volgende week. Ja, je kunt hem nog wel een keer verzetten, zeg maar 1 keer. Maar met annuleren daarna kan hij niet meer. Dus er komt nog gewoon een notitie bij staan dat hij al een keer is verzet op de dag zelf. Ja. En dat hij dan eigenlijk niet meer geannuleerd kan worden. Oh. Ja, het ligt dan ook aan of je non-refundable hebt gereserveerd. Want dan kan je hem niet verplaatsen en annuleren. Nee, dat doen we alleen 48 uur van tevoren. Oké, en als je hem dan verzet en ik zou uiteindelijk de verzette datum willen annuleren, kan dat dan nog? Zo, nee, dat kan dan ook niet meer, nee. Zoals je zag gaat deze lifehack in de praktijk niet echt op. Dat komt doordat het al misgaat bij het verzetten van je reservering. Sommige hotels geven aan dat verzetten binnen deze termijn überhaupt niet mogelijk is. En andere hotels geven aan dat je wel kunt verzetten, maar dat er daarmee gelijk een notitie van non-refundable booking achter je reservering wordt gezet, waarmee je ook gelijk je recht op annulering verliest. Hoe weet je dit? Ik heb de klantenservice gebeld. Nummer 2. Danny gaat mij laten zien hoe ik gratis nieuwe Nikes kan krijgen. Hey, hallo. Mijn schoen is kapot zoals je hier kan zien en ik zou graag een nieuw paar willen. Sorry hoor, maar deze schoen heb je net ongeveer 15 maanden geleden gekocht. Ik kan dus helaas niks voor je betekenen, omdat het langer is dan 60 dagen geleden. Let op, als je dit doet kan je nieuwe gratis Nike schoenen krijgen. Natuurlijk heb ik het niet over het 60 dagen retourbeleid, daar ben ik natuurlijk al lang te laat voor. Ik heb jullie beleid gelezen. Als mijn schoenen dus kapot gaan binnen 2 jaar van de productiedatum die je hier kan zien, valt het dus onder de garantie. Nike zal me dus of een nieuw paar moeten geven of een pausje van dezelfde waarde. Okay, je hebt gelijk, maar je zult het wel even online moeten regelen. Hoe weet je dit? Ik volg Danny van Zwol. Hij geeft je alle tips over geld. Ja, dit klopt gewoon. Als ik naar het retourbeleid van Nike ga, is dit het eerste wat ik tegenkom. Voor deze test ga ik de klantenservice niet eens lastigvallen, want Nike is hier gewoon volledig transparant over. Hoe weet je dit? Ik lees het retourbeleid van Nike. En dan eindigen we nu met Sophia, die zegt dat ik voor 50 euro een nieuwe MacBook kan krijgen. Ik ben hier om voor 50 euro een nieuwe MacBook te kopen. Sorry mevrouw, we verkopen helaas geen MacBooks van 50 euro. Oh, want mijn MacBook is gestolen en ik heb hem met mijn ING creditcard betaald. En volgens de algemene voorwaarden wordt het tot 2.500 euro vergoed bij laptops. Prima, dat kan. Maar hoe weet je dit eigenlijk? Ik volg Sophia op TikTok en Instagram. Zij leert me al. Ja, ik heb een paar maanden geleden bij jullie een MacBook gekocht en deze is gestolen. Alleen nu zag ik online dat jullie tot een bedrag van 2.500 euro vergoeden. Dan moet je bij de verzekering zijn. Oké, want er staat ook. Bij Apple zelf. Dus als ik hem met een creditcard van ING heb gekocht, dan krijg ik tot 2.500 euro terug, maar dan moet ik dus niet bij jullie zijn. Nee, dan moet je inderdaad contact opnemen met de bank of met de verzekering waar je mee verzekerd bent. Deze lifehack heeft eigenlijk heel weinig met MacBooks en Apple te maken, maar meer met de aankoopverzekering die standaard inbegrepen zit bij de meeste creditcards. In Sophia's geval moet je dus ook geen contact opnemen met Apple, maar met de ING. Desalniettemin is het wel handig om te weten dat er creditcards zijn die deze aankoopverzekering inbegrepen hebben. En dit geldt dan ook niet alleen voor Apple producten, maar eigenlijk voor bijna alle aankopen. Conclusie, de resultaten van de lifehacks waren erg wisselvallig. Vaak zit er dus wel een kern van waarheid in. Maar er zitten vooral een stuk meer haken en ogen aan dan deze online geldgoeroes in eerste instantie doen vermoeden. De resultaten wijzen in ieder geval uit dat zij de tips zelf niet echt checken,
Mocht je dus adviezen van dit soort influencers online tegenkomen, denk dan eerst zelf even 3 keer na voordat je alles klakkeloos aanneemt. Maar hoe weet je dit eigenlijk? Ik weet dit, want ik volg.